Werknemers van het bejaardentehuis Asiana hebben het werk vanmorgen uit ontevredenheid neergelegd. Zij zijn niet te spreken over de manier waarop hun belangen worden behartigd door de overheid. Vanaf 6 uur vanmorgen hebben verschillende diensten niet gedraaid. De werknemers hebben hun woede geuit door de ingang van het tehuis te barricaderen met auto's en banken. Ze vinden dat hun rechtspositie verbeterd moet worden. Het proces duurt naar hun mening te lang. Zij eisen dat er direct verandering hierin komt. Omdat we hadden gerekend op verhoging van onze toelagen. Dat hadden ze al lang beloofd sinds de directeur is gekomen. Maar niets komt terecht. Dus daarom. En het beleid wat gevoerd wordt hier ook. Het laat te wensen over. Dus het gaat slecht met Asiana, kan je zeggen. Niets doen ze voor ons. Voor het verplegend personeel. Oh. U zegt ze doen niets. Wie bedoelt u met ze? De directie? Of? De directie natuurlijk. En de bond ook. Want ze hebben ons zoveel beloofd. Ja, ik denk dat ze ook niks voor ons kunnen doen. Want de hoofdman, de CLO zelf, zit in de assemblée. En ik denk niet dat ze iets kunnen doen. Dus we moeten een push geven om ze tot werk te laten komen. Toch? Dus dat is het. We moeten ze... Ze hebben ons gedwongen eigenlijk om tot deze actie over te gaan. Een deel van het personeel is verhaal gaan halen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het bondsbestuur begrijpt de werknemers en stelt alles in het werk om de rust te doen wederkeren binnen het tehuis. Met betrekking tot de bezuinigingen. En je weet, een gediplomeerde bejaarde verzorger, zorgster dan, die is onderbetaald. Nog geen 1200 per maand. Gaat u maar eens na. En wat wil je hebben dan? Wat krijg je dan op de werkvloer? De bond, onder leiding van meneer Oegaard, heeft het zover gekregen dat we zaken op een rijtje hebben gezet voor sociale zaken. Een hele bunch. En die is al op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het moet afgehandeld worden. Je moet weten, het is wel een stichting. Maar die mensen die hier werken zijn allemaal ambtenaren, vallen onder sociale zaken. En we zijn sinds vorige regering bezig met zaken van deze mensen, om zaken recht te trekken. Omdat wat er hier, veel mensen weten niet, je rijdt langs maar bij Asiana, maar je weet eigenlijk niet wat er hier binnen gebeurt. Er vindt heel veel hier plaats. Hè. Die medewerkers die hier daar aan moeten werken enzovoort, met onze oudjes enzovoort. Dus we zijn al jaren bezig. En op een gegeven moment krijg je ook op het moment dat men ontevreden is of ontevreden wordt, op een gegeven moment barst dan de kan. Hè. Dat is dit een moment dat nu is aangebroken. We hebben een missie verliggen van 2006. 2006 ligt die missie voor daar, waarbij de mensen een onkostenvergoeding moeten krijgen. Er moeten verhogingen plaatsvinden van kleding, toelagen en zo. Ik praat niet eens daarover op dit moment. Ik vraag dat die onkostenvergoeding wordt betaald. En dat is 50 gulden per maand verhoogd. Sinds 2006 ligt die missie voor. De meneer Fourasan uit. Wie zei takkie? Men zoekt allerlei redenen om het niet uit te voeren. Ronald Hooghart van de Bond bij Asiana. U zag daarvoor Eugène Daniel en Jan Afiankoi van het bondsbestuur. Het is niet duidelijk wanneer het personeel bij Asiana weer begint te werken. Het werk wordt voorlopig gedaan door de afdelingshoofden.